mij nog willen refunden. Ik zou bijvoorbeeld de Wukong, de Battlehound, echt die skins die echt nooit meer aanraakt. En welke skin nog meer? Wukong, Battlehound. I don't know, nog een skin die ik niet gebruik. Maar sowieso de Wukong en de Battlehound, ik vind die skins gewoon niet chill. Zijn leuk voor het begin, gewoon als ze net nieuw zijn, maar daarna, I don't know. Telt dit voor je winst? Ik denk het wel. Dat is in ieder geval bij de laatste speciale gamers wel steeds gebeurd, dacht ik. Dus ik denk het. Ben niet noob, je bent fucking goed. GamePro, ieder zijn mening. Ik vind mezelf ook niet slecht. Maar ik ben ook niet de beste, dat weet ik ook wel. Alleen ja, mensen die zeggen van, yo, je bent noob. Het is gewoon heel makkelijk te zeggen in de streams. En eigenlijk moet ik ook niet zoveel aandacht aan besteden. Ja. Ik ben altijd zo'n guy die gewoon het reel op tafel wil hebben liggen, snap je? Nou ja, mensen hebben altijd een mening over anderen. Boeien. Pak dat. Makkelijk pak jou, is goed, Jord. Gucci Malucci, hè? Oh god, is dit zo'n guy? Bouw zit echt nog niet in de vingers, hè? Godverdorie. Goed, nee, jaar. Deze kerel pompt het hele huis vol met C4's, volgens mij. Moeten we hem dan maar pushen dan? Hallo! Die kerel is ook gewoon echt nergens meer te bekennen. I don't know, hij zit hier nog wel ergens houden. Oh, mijn kop is te dik. Daar staat ook iemand. Geen idee waar die zit. Oh, ja. Oh, dus richting het voetbal. Ik ga gewoon pushen deze guy. Maar hij heeft allemaal C4's liggen, dat vind ik kut. Oh, ja, tuurlijk. Of course. Al mijn shield weg. Dat was die guy daar. Ik kan die guy onder mij niet echt pushen. Want dan word ik opgeblazen. Want ik heb geen shield meer. Maar ik heb ook geen zin om hier de hele tijd blijven rond te bonjouren. Hi. Kom maar. Voordeurtje. Oh. Is die van jou? Yep. Ga nooit naast je eigen C4 staan. Dat is ook echt het domste wat je kan doen. Minder fijn, jongens. Oeh. Die John Wiggle zit me niet echt lekker. Die kerel is volgens mij kan nog best wel irritant zijn voor ons. Ik denk dat we hem maar moeten pushen. Wat de fuck, er doorheen? Oké. Okay. Oeh, ik wist dat hij dat ging doen, hè? Hij gaat me one pumpen, in ieder geval als dat zoiets probeert. Komt er nou nog iemand aan? Nee. Oh my god, neuut. Woe, een trap. Oh, ik dacht even een trap nog zo. Get fucking hell, ouwe. GG, ouwe. Tyfus, ouwe. Wat was dit? Oh, sorry voor mijn getal. Woe. Ik hou dat kampvuurtje expres, joh, jongens. Zodat we in ieder geval iets van heals mee kunnen nemen. Als we bijvoorbeeld zonder zitten. Woe, GG. Dat was echt een close fight, ouwe. Bam. Damn, Daniel. Dat was puur ook echt de reden waarom ik een tactical altijd meeneem. Ik vind dat gewoon chill als je snel moet schieten in een shotgun fight. Als jij één pump hebt, dan kom je niet zo ver.
Ik ga eerst die guy looten. Woe. Low hunting, serieus? Oh, die pakken we die zo wel. Ah, fuck it. Ja, die guy is nu nog low, hè. Kan hem beter nu gaan pushen. Oh. Ik had nog wel wat meer shield dan ik had gedacht. Okay, jullie zijn nog blauwe hunting. Oké, die kunnen... Kut, Scar. Die kunnen we zo meteen wel gaan ophalen weer. Gaan we eerst nog die guy daar die we eerder knocked hadden. Of dood hadden. Anders komt die loot in die safe zone, hè. Damn, we gaan lekker. Zie je? Ik zeg het je. Als we gewoon even wat de matches spelen. Gewoon wat, gewoon wat meer fights tegenkomen. Dan worden we langzaam ook gewoon weer wat beter in de game. We kunnen gewoon, ja, het gaat gewoon prima. Dat is nice. Oké, blauwe hunting. Dus gewoon waar ik die John Wiggle had gekillt, toch? Oh, ik zie daar trouwens ook nog een airdrop naast. Damn. Gaan we er helemaal even heen. Geen idee of daar nog mensen zitten, daar komen we vanzelf wel achter. Bouwmateriaal zit ook wel lekker, dus dit is mooi, man. Dit is lekker. Dit is nice. Oké, die airdrop. Ik hoop dat daar iets van de Legendary Bolt in kan zitten. Of een Scar. Oh ja, is dit hem? Nee, dat is een tag. Jongens, waar... Waar ligt hij dan? Blauwe hunting rifle. Oh jee. Yeah. Oh shit, hij lag net dus helemaal verstopt. Jongens, jullie hebben goede ogen, man. What the fuck? Dat jullie dat tijdens die fights allemaal hebben opgemerkt of zo. What the fuck? Dope. Thanks, jongens. Oké, Legendary Scar. Oeh, ja, dit vind ik ook wel handig. Nice. Mooi. 5 kills jongens. 11, 10 man remain. Dus let's get it. Oeh, is dat ook een airdrop? Ja. Dan gaan we daar ook heen. Zag ik dat iemand? Oeh, dat heb ik niet gebouwd daar. Ik zag daar volgens mij ook iemand lopen. Geen idee. Of ik zie gewoon mensen. Spoken bedoel ik. Toch, we grabben dit even. Kijk eens aan. Toch weer wat meer in shield. Legendary Burst laat ik liggen, man. Scar vind ik even op dit moment chiller geworden. Vroeger nam ik al... Of vroeger, hè, een paar dagen geleden, een paar weken geleden... Vond ik die burst altijd wel heel nice. Maar Scar, die heeft me toch weer mijn hart overgenomen, man. Dat ding vind ik toch weer wat chill, hè. Oké. Geen heeft daar nog iemand zat, ouwe. Het zou me eigenlijk ook een worst wezen. Oké, we zitten nog steeds lekker safe. Dat is echt chill. We hebben zoveel geluk dat de safe zone hier kwam. Paradise! Bro, jongen, dit voor 1,11 euro, gast! Bro, jongen, dit voor de support, jongen. Damn, damage. We lost paradise. Wow! Holy shit! Doe gezond, Dylan. Jongens, kunnen we even een duimpje en een abonneetje krijgen voor die fucking sniper kill? Wow! Damn, gast! Die was wel heel erg clean. Die was echt fucking sick, ouwe. Damn. We zitten... Ik zeg het je, jongens. We zitten er lekker in, man. Dit is chill. Oké. We hebben een extra airdrop gekregen voor die kill waarschijnlijk. Eigenlijk niet, maar hey, top dan. Ja, grenade launch, jongens. Ik weet niet, man. Ik vind dat wapen... Ik kan het... Toen net, hè. Je zag hoe... Hoe makkelijk je een kill kan krijgen. Ik vind dat zo'n noob wapen eigenlijk. Het zegt dat eigenlijk al. Noob tube. Het is gewoon... Als het waar... Ja. Het is te makkelijk om een kill te krijgen. En ik... Ja, oké. Okay, dan kan je hem juist ook meenemen. Van, yo, ja, Dylan, what the fuck, ouwe. Als je toch easy kills kan krijgen, waarom niet? Maar ik vind dat... Oeh, we gaan niet die RPG in handen nemen. Ik ga er altijd door dood. Ik weet niet, man. Ik kan het gewoon niet over mijn hart krijgen om dat... Om zo'n... Te winnen of zo. Met zo'n ding. I don't know. Wat voor game, wat is het? Het is, Blitz, dat houdt dus in dat je extra veel HP hebt. Of, oh, ja Dylan. Ja, dat, heel goed man. Je hebt extra veel bouwmateriaal, dat bedoelde ik. En de safe zones gaan iets sneller, dus het is meer actie, zeg maar, in de game. Het is meer actie. Dus, ja, je moet sneller moven. Je hebt wel meer bouwmateriaal, dus vooral veel build fights. Nou, ik ben wel zo'n man van de build fights, zeg maar.
Dus ja, dit is gewoon echt een chille game. Nog meer airdrops. Ik wil eigenlijk nog een bolt fixen. Hunting rifle hartstikke leuk en aardig, maar... een bolt is ook wel lekker, hè? Als hij de kist loot, let op. Nee, oké, slim. Dat was slim. Maar zit hij daar safe? Ik denk het net niet, of wel? Net wel? Net niet. Nee, nee, nee. Oké, dan gaan we opwachten. Even mijn rug dekken. Oh, wow. Die laatste fucking shield hit. Geen idee. Waarom was dat een hit, ouwe? Ik denk 100% dat deze guy omhoog hier gaat komen. Yep. Zoltje. Bye. Deze guy doet het goed, ouwe. Fucking GG, ouwe. Kut. Oh, ouw. Oh. En gewoon letterlijk al mijn bouwmateriaal is gewoon weg. Door die fight daar. Damn, ouwe. Fucking damn. Ziek. Die kerel deed dat echt heel goed. Nog twee guys remain. Ik zag hier een John... Oké, daar. Ik wou zeggen, ik zag al een John Wiggle lopen. Doei, dood. Wat? Damn. Nog één. Yo. Jongens, kunnen we een duimpje omhoog krijgen op deze stream? Abonneetje zou ook super dope zijn. En dan hebben we nu een winnetje binnen. 3, 2, 1. Fuck ze. Holy damn, ouwe. Deze fucking game was insane, gast.